Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Heel veel van jullie vragen voor mijn skincare routine. Dus vandaag ga ik jullie mijn skincare routine laten zien. Samen met Brown, met mijn Face Spa Pro. Deze ziet er zo uit. Dit is de doos. Ik heb hem al enkele weken in gebruik. Dus mijn zit niet meer in de doos. Maar ik ga jullie laten zien waarom dat dit mijn leven zo gemakkelijk heeft gemaakt. En mijn skincare routine zoveel handiger heeft gemaakt. Dus dat is echt dagelijkse routine geworden voor mij. Maakt mijn leven echt wel gemakkelijker. Want het bespaart mij zoveel meer tijd. Dus dit is de Face Spa Pro van Brown. Heel mooi trouwens, met het roze goud. I love it. Mooie kleuren. Ziet er zo'n raar toeltje uit. Zo opent je die. Gewoon de dop eraf doen. En dan hebben we als eerste de epilator. Dit is een heel kleine en fijne epilator. Dus deze kun je echt perfect gebruiken voor de bovenlip. Waarvoor ik die het meeste gebruik. Want zoals jullie weten heb ik redelijk wat haar op mijn bovenlip. En vroeger liet ik dat harsen. Maar nu doe ik dat gewoon zelf met de epilator. En je kunt het ook gebruiken voor de wenkbrauwen. Voor kleine facial haartjes. Als je hier een beetje haar hebt, kun je deze allemaal voor gebruiken. Want die is heel nauwkeurig. Echt heel simpel. Je zet hem gewoon aan. En dan gaat je gewoon over de plaats waar dat je haartjes wilt verwijderen. En deze mini epilator trekt die dan uit. Voilà. Done. Eén kant. Next. Simple as that. Echt super handig. Ik doe dit echt bijna dagelijks. Want mijn snorhaartjes groeien echt zo heel ongelijk terug. Dus ik heb wel echt dagelijks bijna wel een haartje. Dus kei handig. Zet ik gewoon erop. Heel makkelijk trouwens om alles te vervangen. Gewoon trekken en duwen. Ik gebruik dit ook heel vaak in de douche. 'S avonds voordat ik ga slapen. Dan haal ik mijn make-up eraf. Dan ga ik in de douche. En met een cleanser productje gebruik ik dit dan in de douche. Ik maak deze eerst nat. Het is een siliconen borstel. Dus dat betekent ook weer heel goed. Want daar is veel minder vuil in. Allee, er blijft minder vuil in. Dat is veel hygiënischer. Voilà, ik doe mijn productje erop. Ik maak mijn gezicht een klein beetje nat. Aanzetten. En roze maar. Voelt trouwens echt super fijn op je huid. Dan de borstel afspoelen en mijn gezicht reinigen. En nu dat mijn gezicht clean is, is het natuurlijk tijd om serum en moisturizer aan te brengen. En deze breng ik aan met dit raar dingetje. Jullie zullen wel denken, wat is dat? Nou, dit is echt super. En dit is een micro vibration tap head. Dus wat dat doet is met vibraties de huid tappen, waardoor dat je serum veel sneller intrekt en veel sneller wordt opgenomen door de huid. En dit is ook echt een super grappig gevoel. Het gewoon heel je huid af. Ook heel verfrissend omdat het zo'n metalen kop is.
TikTok echt direct. Wat ik met een serum heel vaak heb, is dat het er zo dik bovenop blijft liggen. Maar met dit gaat het er echt super snel in. Dan iets wat ik ook nog doe voor mijn moisturizer, is mijn oogcrème. En ik tap dat normaal altijd heel lang in met mijn vinger. Maar omdat dit zo'n toffe borstel is eigenlijk en ja, het zo'n tof gevoel maakt en fris aanvoelt, doe ik mijn oogcrème tegenwoordig ook weer echt met dit. Dat doe ik gewoon zo ook weer. Voilà, super snel ingetrokken. Zoals jullie zien, hou ik ervan om er een beetje mee te spelen. Ik beweeg eerst een beetje en dan hou ik het even stil. Want dan voelt je zo heel goed het, ja, de vibraties ervan. Dus dat vind ik wel tof. The other side. Voilà. Oogcrème dan. Dan is er nog maar één ding en dat is mijn moisturizer. Tada! Fresh and glowing skin! Woehoe! Wat willen we nog meer? Oké, dat was mijn skincare routine voor de ochtend. 'S Avonds gebruik ik de borstel ook op dezelfde manier eigenlijk. Dan ga ik niet altijd epileren. Hangt er vanaf als ik haartjes heb of niet. Ik ben echt super blij met de Facial Spa. Het is echt, ja, een heel handig machientje. Ik gebruik het echt al dagelijks nu voor 3 weken ongeveer, denk ik. De productjes trekken zo snel in, echt niet normaal. Dat vind ik heel fijn. En het handige is ook gewoon als ik mijn 's ochtends douche of 's avonds douche, dan neem ik dat gewoon mee onder de douche om mijn gezicht te reinigen, om te epileren. Want dat gaat echt perfect onder de douche. En 's ochtends moet ik niet meer eerst mijn serum doen, dan laten intrekken, dan mijn moisturizer laten intrekken, mijn ogen laten intrekken. Maar met dit trekt dat echt super snel in. Dus daardoor vind ik het ook gewoon zo gemakkelijk. Ik zet ook al de info beneden in de description box. Mochten jullie deze ook willen, waar hij verkrijgbaar is. En al de gegevens die jullie moeten weten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Doe zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. En ik zie jullie morgen!